zijn hier bij een appartementencomplex aan de Burgemeester Hustingstraat in Nijmegen. Er is vanmiddag, of tenminste in de ochtend rond de klok van 11 uur, is er brand uitgebroken in een appartementencomplex op de derde bouwlaag. Door het hele pand is de rook goed te ruiken. Op de verdieping zelf aan de verdieping erboven zijn we actief aan het ontruimen geweest. Deze mensen worden opgevangen op dit moment. Er is inderdaad één gewonde gevallen. Dat is de bewoner van het appartement. Deze is gezien door de ambulancedienst en is voor een extra controle naar het ziekenhuis afgevoerd. Er stonden diverse materialen in brand, waaronder een matras. En wat de oorzaak is, is op dit moment onbekend en dat zal onderzocht worden. Het appartementencomplex omvat 54 appartementen, waarvan 12 ontruimd zijn actief. En de overige appartementen konden mensen vrijwillig gaan. En die zijn allemaal opgevangen in het koffiehuis hier in de omgeving.